Het is je wellicht niet ontgaan, maar Bitcoin heeft een nieuwe all-time high gemaakt. Dat betekent dat Bitcoin op een nieuwe hoogste prijs ooit is gekomen. Ik investeer zelf al sinds 2017 in Bitcoin. Ik heb daar vrijwel geen video's over gemaakt op dit kanaal. Omdat ik vind dat er al best wel wat kanalen over zijn, over cryptocurrencies. Toch krijg ik heel erg vaak de vraag van, zit jij in crypto, zit jij in Bitcoin? Wat vind je ervan? Hoe moet ik daar naar kijken? Nou, en we hebben een nieuwe all-time high. Dus wat dat betreft misschien een goed moment om er toch eens een keer een video over te maken. In deze video gaan we kijken naar de nieuwe all-time high van crypto, van Bitcoin. Wat dat betekent, maar ook hoe ik zelf kijk naar Bitcoin en hoe ik daar zelf in investeer. Hey, mijn naam is Tim van langzaamrijken.nl en op dit kanaal houden we beleggen en persoonlijke financiën simpel. Vandaag gaan we het dus hebben over cryptocurrencies en met name over Bitcoin. Waarom nou Bitcoin? Dat is een lang verhaal, maar ik heb in het verleden heel veel altcoins geïnvesteerd. Ik heb daar heel veel mee getraden ook. Ik was dagelijks bezig met het traden met altcoins en Bitcoin. Maar in grote lijnen, Bitcoin is gewoon hetgene waar ik vertrouwen in heb. Het is de grootste cryptocurrency, de eerste cryptocurrency. En daar wil ik het in deze video dan ook over gaan hebben. Ik wil kort even hebben over wat Bitcoin nou precies is. Vervolgens over hoe ik ernaar kijk. Dan nog eventjes waar je crypto kan kopen, waar je op moet letten. En tot slot gaan we dan kijken naar de koers van dit moment en wat er de aankomende periode wellicht staat te gebeuren. Als eerste dan, wat is nou precies Bitcoin? Bitcoin is een currency, een betaalmiddel of store value wordt het ook wel eens genoemd. Het is in ieder geval een soort handelsmiddel, net zoals we bijvoorbeeld euro's, dollars of goud hebben. Alleen bij cryptocurrency is het zo dat het decentraal is. Of in ieder geval bij Bitcoin is het zo dat het decentraal is. Waar we bijvoorbeeld bij de euro afhankelijk zijn van de Europese Centrale Bank, is dat bij Bitcoin en bij heel veel andere crypto's niet het geval. Hoeveel is nou precies een euro waard? Vroeger had je nog de goudstandaard, dan was de US dollar gekoppeld aan een bepaalde hoeveelheid goud die je daar ook voor kon inruilen. De euro was dan weer gekoppeld aan de US dollar en op die manier wist je precies wat nou precies een euro of gulden waard was. Maar op dit moment is dat niet meer zo. Een euro is niets meer of minder dan vertrouwen in een bepaalde munt of een bepaalde valuta. Wij hebben er vertrouwen in als wij nu van iemand een euro krijgen, dat we daar morgen iets ter waarde van een euro weer voor terug gaan kopen. Maar dat is eigenlijk nergens op gebaseerd, puur gebaseerd op vertrouwen. Nou, bij Bitcoin is dat ook zo, bij cryptocurrencies is dat ook zo. Alleen is het zo dat bij cryptocurrencies het dus decentraal is. Er is niemand die eigenlijk heerst over de cryptocurrency, niemand die eigenaar is van Bitcoin. Er is natuurlijk wel iemand die Bitcoin heeft bedacht, Satoshi Nakamoto. Niemand weet precies wie dat is, maar ook hij is niet de eigenaar van Bitcoin. Wat je ziet bij de euro is dat de Europese Centrale Bank wel min of meer eigenaar is van de euro, want zij kunnen euro's bijdrukken. Dus net zoals nu, we hebben een crisis achter de rug, of er zit er misschien nog wel enigszins in. We kunnen gewoon euro's bijdrukken. Dus de Europese Centrale Bank kan gewoon zeggen, er wordt er deze week 1 miljard euro bijgedrukt. Dan is er in één keer, zijn er meer euro's. Wat dus betekent, als er meer euro's zijn, dat 1 euro minder waard wordt. Inflatie, daar hebben we het natuurlijk in dit kanaal ook vaker over gehad. Bij Bitcoin is dat niet het geval. Er is gewoon een vaste hoeveelheid Bitcoin. Er komen elke keer een klein beetje Bitcoin komt erbij door middel van mining. Daar ga ik nu niet te diep op in. Maar weet in ieder geval dat er gewoon een bepaald aantal Bitcoins is. Dat er niet in de toekomst in één keer meer Bitcoins bij kunnen komen. Dus er is niemand die daarover gaat, niemand die dat regeert. En het is decentraal. Wat betekent decentraal? Nou, het betekent dat crypto Bitcoin gebruik maakt van een blockchain. Ook daar ga ik in deze video niet te diep op in, maar dat betekent eigenlijk als ik mijn bitcoin naar jou overmaak, dat iedereen weet dat die bitcoin is overgemaakt. Dat gaat niet via een bank, dus er is geen bank die dat tegen kan houden, geen bank die daar bepaalde beslissingen in maakt. Nee, iedereen kan dat inzien en iedereen ziet dat ik naar jou een bepaalde hoeveelheid cryptocurrencies heb overgemaakt. Bij banken zie je dus dat er wel eens geld bevroren wordt. Je hebt wel een bepaald bedrag op jouw bankrekening staan, maar is dat echt van jou? Kun je er altijd bij? Nee, als ik een ton op mijn bankrekening heb staan, kan ik niet hier naar de pinautomaat lopen en 100.000 euro aan biljetten ophalen. Dat kan niet. Ik moet het verantwoorden, ik moet formulieren invullen. Dat is bij cryptocurrency dus niet het geval. Jij regeert gewoon over je eigen vermogen. Een nadeel daarvan is wel meteen dat je dus ook verantwoordelijk bent voor je eigen vermogen. Oftewel, je moet zelf die bitcoin, die crypto goed opslaan. Je moet het op de juiste manier verzenden. Als je daar een fout maakt, is er niemand waarbij je kunt aankloppen. Dus het is niet zo dat je het geld, of bitcoin in dit geval, naar de verkeerde persoon overmaakt. Dat je dan de bank kan bellen en zegt, ik wil het graag ongedaan maken. Nee, dat werkt niet zo. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor. Het heeft dus voordelen en nadelen. Nou, ik wil niet te diep op ingaan wat nou precies Bitcoin is. Daar kunnen we uren over praten, maar dat is niet de insteek van deze video. De insteek van deze video is namelijk, hoe kijk ik naar Bitcoin als een investering? Er zijn heel veel mensen die vragen, moet ik Bitcoin kopen? Moet ik cryptocurrencies kopen? Is dat een verstandige investering? En hoe kijk jij ernaar?
Nou, van tevoren wil ik nog even aangeven dat dit mijn persoonlijke visie is op het kopen van Bitcoin. Ik kan ook niet in de toekomst kijken. Ik weet ook niet wat de koers gaat doen. Maar ik heb er wel een bepaalde mening over, een bepaalde gedachte die ik zelf aanhoud. Ik ben dus zelf begonnen met het kopen van Bitcoin in kwartaal 4 of 3, 3 of 4, ik weet niet meer precies, van 2017. Dat was eigenlijk voor de vorige all-time high, voor die hele harde stijging. Ik heb toen in een korte periode mijn inleg kunnen verdubbelen. Ik had €500 ingelegd. Nou, dat was na een maand of twee was dat al €1000 waard. Heb ik de helft verkocht, zat ik eigenlijk min of meer zonder risico in Bitcoin, want ik had mijn inleg er weer uitgehaald. En de winst had ik op die manier zeg maar verzilverd. Later ben ik steeds meer crypto gaan kopen. Ik heb veel YouTube kanalen gevolgd. Bijvoorbeeld Dopey Cash heb ik er veel aan gehad. En die kanalen die volgden en ik bleef maar Bitcoin kopen met het idee dat Bitcoin wel eens heel veel waard zou kunnen gaan worden. En of dat zo is, dat weet ik ook niet. Of jij vindt dat dat zo is, dat moet je voor jezelf bepalen. Maar mijn idee erbij is dat crypto of heel veel waard wordt. Dat het bijvoorbeeld €100.000 per Bitcoin waard wordt. Of dat het gewoon min of meer waardeloos wordt. Dus het zal nooit precies naar nul gaan. Maar dat was een beetje mijn idee. Of ik ga er heel veel geld mee verdienen. Of het wordt helemaal niks meer waard. Nou, op die manier ben ik dus ook gaan investeren. Ik ben maandelijks Bitcoin gaan bijkopen. Met het idee, dit geld heb ik nu niet nodig. Als ik het kwijtraak, is er niets aan de hand. Ja, natuurlijk is het jammer en vervelend. Je wilt niet dat je geld kwijtraakt. Maar daar merk ik op zich niets van. Voor mijn gevoel heb ik dat geld niet meer. Ik heb dus bitcoins op mijn ledger staan, op mijn hardware wallet. Maar voor mijn gevoel heb ik die euro's niet meer. En tegelijkertijd heb ik daarmee een kans dat het een heel stuk meer waard wordt. Nou, dat heb ik dus jarenlang, ongeveer 2 jaar lang, 2,5 jaar lang, iedere maand gedaan. Iedere maand heb ik bijgekocht. Ik heb zowel bijgekocht op hele hoge prijzen, op $15.000. Maar ook in de diepe bodems op $4.500 heb ik ook gewoon bitcoin gekocht. Sterker nog, deze week, of eind vorige week eigenlijk, toen de nieuwe all-time high werd neergezet, heb ik ook gewoon weer een stukje bitcoin gekocht om maar dollar cost average toe te passen. Dus dat betekent eigenlijk dat ik een gemiddelde prijs voor die bitcoins wil betalen. Samenvattend, wat is nou mijn idee over die bitcoin? Ik heb zelf het gevoel dat bitcoin een heel stuk meer waard gaat worden. Ik denk dat die kans groter is dan dat het naar nul gaat. En wat we nu zien, dat we een nieuwe all-time high neerzetten, dat bevestigt dat eigenlijk. Maar dat gevoel had ik ook toen de bitcoin nog maar op €4.000 stond en ik op 80% verlies stond. Niet op verlies, maar 80% ten opzichte van het hoogste punt. Dus ik leg alleen maar geld in wat ik echt kan missen, wat ik niet nodig heb. Als ik dat kwijtraak, is er niks aan de hand. Als crypto uiteindelijk heel veel waard wordt, dan heb ik daar een mooi rendement op. Nu is het wel zo dat ik de afgelopen 1,5 jaar iets minder bitcoin heb gekocht. En dat komt met name omdat ik me steeds meer ben gaan focussen op beleggen. Daarnaast heb ik natuurlijk dit YouTube kanaal. Mensen willen graag zien dat ik andere losse bedrijven koop, wat ik vind van losse aandelen. Nou, daar heb ik natuurlijk geld voor nodig om daar geld op in te kunnen leggen. Dus ik heb wat minder bitcoin gekocht, wat meer aandelen gekocht. Wil je nou ook bitcoin gaan kopen? Doe dan je eigen onderzoek natuurlijk van, hè, vind ik dat waard? Denk ik dat het meer waard gaat worden? Dat is één. En twee, kijk ook hoe je gaat instappen. Zelf heb ik dus gebruik gemaakt van dollar cost averaging. Elke maand een bedrag inleggen, bijvoorbeeld €150 per maand. Ik noem maar een bedrag. Dat zou je kunnen doen. Hoe koop je nou die crypto? Dat doe je niet bij een broker zoals de Giro. Die vraag heb ik ook een aantal keren gehad de afgelopen tijd. Nee, want het is ongereguleerd, niet gereguleerd. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor je eigen crypto. Dat moet je op een Bitcoin exchange of crypto exchange doen. Het makkelijkste is om daar gebruik te maken van Bitfavo. Wil je nou crypto kopen of Bitcoin kopen, maar het kunnen ook andere cryptocurrencies zijn, met jouw euro's, makkelijk met Ideal, ga dan naar Bitfavo. De link staat hieronder in de beschrijving. Mocht je die link gebruiken, kost jou dat niet, maar krijg je een klein percentage van jouw transactiekosten. Dus ik heb het laatste linkje gedeeld, heb ik €10 mee verdiend. Dus mooi meegenomen. Mocht je dat willen doen, graag. Je kunt daar gewoon geld storten, dus met Ideal stort je gewoon een aantal euro's. En dan kun je daar omzetten naar Bitcoin of andere cryptocurrencies. Bedenk wel waar je Bitcoin wilt gaan opslaan. Dat kun je doen bij een exchange zoals Bitfavo. Je kunt het ook op een hardware wallet doen. Een hardware wallet is veiliger, maar kost wel weer geld. Als je nou een relatief klein bedrag hebt, zou je het op de exchange kunnen laten staan. Er is altijd een kleine kans dat zo'n exchange gehackt wordt. Die kans is niet super groot, maar het gebeurt wel. Dus hou daar rekening mee. Als het voor mij in geval, als het een paar €100 zou zijn, zou ik dat niet zo'n probleem vinden. En als ik daar een paar €1000 in zit, ja, dan wil ik het toch echt in eigen beheer op een hardware wallet hebben. Kijk dan eens naar een Ledger Nano bijvoorbeeld. Dat zijn dan hardware wallets waar je bitcoin kunt opslaan. Tot slot wil ik dan met jullie gaan kijken naar de koers van de bitcoin. Hoe staat de bitcoin ervoor? Hoe ziet de koers eruit? Wat hebben we de afgelopen tijd gezien en wat kunnen we misschien verwachten? Daarvoor gaan we naar mijn PC. Daar pakken we TradingView erbij.
kunnen precies zien wat de koers de afgelopen tijd gedaan heeft. Nou, we zijn aanbeland op de PC. We gaan even kijken naar de koers van Bitcoin. Laat ik eerst even uitzoomen. Dan zetten we hem hier op one day. Wat betekent dat één zo'n candle, één streepje, één dag is. Zoom ik helemaal uit. Ik heb een aantal strepen hier staan. Die kun je voor nu eventjes negeren. Sterker nog, ik haal ze wel eventjes weg, de meeste. Dat is misschien wat makkelijker. Even kijken. Zo. Wat zien we hier? We kijken heel erg ver terug naar de koers van Bitcoin. Dus we hebben het hier over 2017 tot en met nu. Je ziet dat er in 2017 een enorme stijging was. Wat ik aangaf, ik ben op een gegeven moment ingestapt. Dat zal hier ongeveer geweest zijn. Vervolgens zagen we die stijging, hebben we toen een all-time high neergezet. Dat was in eind 2017. Dat was op deze exchange. Ik kijk hier naar Bitstamp, omdat Bitstamp de meeste geschiedenis heeft. Het langste terugkijkt, was dat $19,666. Geen euro's, maar dollar. Dat was de all-time high op dat moment. Nou, we hebben toen een daling meegemaakt. Met name in deze periode ben ik heel veel met crypto bezig geweest. Echt dagelijks handelen in cryptocurrencies. Iedere avond, ik bedoel, als ik thuis kwam van het werk, zet ik mijn pc aan en ging ik traden. Best wel veel geld ook al mee verloren, eerlijk gezegd. Met name, nou, dat traden nog niet eens zo. Ik heb heel veel getraden. Daarmee heb ik uiteindelijk break-even gedraaid. Dus dat heeft heel veel tijd gekost, niks mee verdiend. Maar wel echt enorm veel van geleerd. Met name op het gebied van technische analyse. Maar met name het investeren in altcoins, daar heb ik gewoon heel veel mee verloren. Dat is nou eenmaal zo. Kijk, hoe zou ik kunnen zeggen, laten we nou eens zo'n koers kijken. Moet ik even denken wat een goed voorbeeld zou kunnen zijn. Elastos bijvoorbeeld zou een goed voorbeeld kunnen zijn. Als ik daar naar kijk, Elastos versus Bitcoin. Zoomen we uit, ja, dan zie je dat die koers eigenlijk alleen maar gedaald is. Dus daar heb ik echt rond deze tijd zeg maar in geïnvesteerd. En dat zijn verliezen van, even kijken, 98%. Dus eigenlijk ben ik daar gewoon al mijn geld kwijt. Sterker nog, daar heb ik ook dollar cost averaging toegepast. Dus steeds een beetje kort, een lager weer wat meer, lager weer wat meer. Ja, uiteindelijk heeft me dat gewoon heel veel geld gekost. Daar ben ik echt wel een paar duizend euro mee kwijtgeraakt. Wel heel veel van geleerd. En met name Bitcoin, het traden, daar heb ik niet zoveel mee verdiend. Ongeveer break-even, maar wel heel veel van geleerd. Dus het heeft me heel veel tijd gekost, maar daardoor heb ik heel veel kennis opgedaan. Dat gebruik ik nu ook allemaal weer met aandelen, zeg maar. En wat zien we nu? We zien dat dit de oude all-time high was, eind 2017. Vervolgens zijn we gedaald tot een koers van zo'n $3,000. Wat ik net zei, ook daar heb ik Bitcoin gekocht. Dus ik kocht maandelijks Bitcoin, ook op dit lage punt, omdat ik er nog altijd vertrouwen in had. Nou, we zien dat we toen wat gestegen zijn. Ja, een hele spike naar beneden gehad. Maar de afgelopen maanden, en dan heb ik het eigenlijk sinds juli ongeveer, dus sinds deze zomer, een flinke stijging. En als we dan gaan inzoomen, heel even aangeven, die groene lijn hier, die puntjes, dat is de oude all-time high. En als we dan gaan inzoomen, dan zet ik hem eventjes op de 15 minuten candles. Dan zie je dat we die oude all-time high hebben voorbijgestreefd. Dus we hebben hier een nieuwe all-time high neergezet. 30 november, dat was afgelopen, 30 november? Volgens mij zondag. Even kijken, nee, maandag. En vervolgens hebben we op 1 december, dat was gisteren, ik neem dit op woensdag op, hebben we een nieuwe all-time high gezet. Als we dan kijken wat die nieuwe all-time high is, dan ga ik eventjes weer een lijn tekenen. Zo. Die nieuwe all-time high is $19,913 op deze exchange. Dat kan per exchange dus een beetje verschillen. Nou, wat kunnen we nu gaan verwachten? Dat is natuurlijk de grote vraag. En daar kan ik ook meteen op zeggen, dat weten we niet. Daar kan eigenlijk niemand iets zinnigs over zeggen. Maar het feit dat we de oude all-time high een aantal keer voorbijgeschreven zijn, vind ik wel erg positief. Wat we zouden kunnen zien is dat we nog een aantal keer die nieuwe all-time high gaan proberen neer te zetten. Een aantal keer afgewezen worden. Dus we krijgen zeg maar zo'n patroon dat we daar nog een keer komen, weer terugzakken, nog een keer. Voor sommigen die denken de rest van december zou het geval zou kunnen zijn. En dat we dan in 2021 een nieuwe groei gaan meemaken. Nou, dat weten we dus niet wat dat gaat worden.
Het zijn allerlei scenario's, maar het is wel interessant om in de gaten te houden. Wat ik ook nog interessant vind om te doen, is dan om even te kijken hoe dat met de vorige keer is gegaan. Want het is niet de eerste Bitcoin-bubbel. Dat denken sommige mensen die zeggen, nou, dit was een bubbel. Als we terugkijken bij Bitcoin, zie je dat hier nog een keer gebeurd is. Hier is dat nog een keer gebeurd. Ja, en hier op het begin hebben we eigenlijk niet zoveel data. Maar laten we even zeggen dat we die oude all-time high erbij pakken. Dat was 2014. Tekenen ook daar weer eventjes een lijn. Even kijken. Even iets meer inzoomen. Tekenen we daar ook even een lijn, zodat we weten wat dan die all-time high was. Het was $1,163. Nou, ook toen is hij gedaald. Hè. Dus ook toen zag je dat de koers ongeveer tot laagste punt 83% gedaald is. Nou, crypto is over. Niemand moet meer in Bitcoin investeren, et cetera. Maar er zitten nog altijd mensen in. En je ziet dat we toch weer omhoog zijn gekrabbeld. Wat hebben we hier gezien? Ook hier hebben we gezien dat we een aantal keer over die nieuwe all-time high, of die oude all-time high zijn heen gegaan. Toch weer terugzakken, nog een keer een beetje terugzakken en uiteindelijk hebben we een nieuwe rally neergezet. En zijn we zeg maar heel erg hard gestegen. Geldt hier eigenlijk ook bij die andere high, tot slot, dat was hier, ja, ik zou hem eigenlijk hier willen pakken. Daar zien we het wel wat minder, is ook wat minder volatiel geweest. We zien dat we toen van het hoogste punt tot het laagste punt zeg maar zo'n 73% hebben ingeleverd. Hier zie je dat we wel in één keer er doorheen zijn geschoten, alhoewel hier nog wat weerstand zat. Dus je zag dat we een bepaalde rally hadden, dat we daar ook nog wel een daling hebben gehad. Dat lijkt niet zoveel, maar als je dat nu meet, was dat toch 23%. En daarna zijn we nieuwe highs neer gaan zetten. Nou, nog heel even terug naar nu, naar vandaag. Of naar vandaag, vandaag de dag bedoel ik daarmee. Zo, wat hebben we nu gezien? We hebben die nieuwe high neergezet. Ik zal hem eventjes iets verder inzoomen. Even de 1 uur. We hebben die nieuwe high neergezet. We zijn vanuit daar gedaald. Maar dat was maar zo'n 8%. Dus dat lijkt heel erg veel hier. Maar dat valt dus best wel mee. Dat zag je net ook. Die eerste high was ook zo'n 23% dip. En daarna zijn we doorgestoten naar nieuwe prijzen. Dat zou hier ook kunnen gaan gebeuren. Maar nogmaals, niemand weet wat de koers gaat doen. Dat weet ik ook niet. Dat is afwachten. Tot slot dan misschien nog. Wat is mijn exit-strategie? Nou, daar heb ik al heel lang over nagedacht. Ik heb al 2 jaar geleden wist ik eigenlijk al van, nou, hoe zit ik in als Bitcoin uiteindelijk gaat stijgen? Wanneer ga ik verkopen? Ik heb voor mezelf de prijs van $73.000 gezegd dat ik daar een kwart ga verkopen. Ja, hoe ik daarbij kom, weet ik niet precies. Heb ik ooit beredeneerd? Ook niet een rondgetal, 75.000 bijvoorbeeld. Want dat kan zijn dat dat psychologisch weer een resistance is waar die dan niet overheen komt. €73.000, dan verkoop ik een kwart van mijn Bitcoin. En dan ga ik vervolgens, iedere keer als er nog een flinke stijging is, weer een kwart verkopen. Met flinke stijgingen bedoel ik dat er bijvoorbeeld 20.000 bij komt. Dus voorlopig zit ik nog in Bitcoin, die ga ik voorlopig niet verkopen. Het kan zijn dat ik pas over 5 jaar mijn winst kan nemen. Het kan ook zijn dat we daar nooit komen, dat ik dat geld uiteindelijk altijd in Bitcoin heb zitten en dat er nooit meer iets mee gebeurt. Kan ook, maakt niet uit. Voor mijn gevoel heb ik dat geld niet meer. Dat zijn wat mij betreft de beste investeringen. Ik hoop dat je deze video interessant vond. Heb je vragen over Bitcoin, stel ze onder deze video in de comments. Wil je meer van dit soort video's over Bitcoin, laat het ook even weten. Voor mijn gevoel was dat dus wat minder interessant, omdat er al heel veel content over te vinden is. Tegelijkertijd zeggen verschillende mensen, ja, maar jij legt het op jouw manier uit en dat heb ik graag. Dus als dat zo is, laat het ook even weten. En dan hoop ik je terug te zien bij een volgende video. Zie je dan.